Wat heb jij daar? Oh, jouw speeltje, meisje. Ja. Ik heb mijn haar dus weer gedaan. Nou, dat laat ik jezelf altijd een dik uur erin zitten. Soms ook wel eens langer, want ik let niet op de tijd. Nee. Ben bij de bak koffie bezig? Als dat nog lekker? Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, let niet op mij. Ik zie er niet uit. Ik zie er helemaal verwaaid uit. Ik heb geen make-up op. Nee, ik ga mijn haar ook weer even doen. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, ook die zijn al uit geweest. Ik heb Karen al aan de telefoon gehad. Ik heb een bezoek gehad van die man die ook Jan heet. En die toen dat Jan van Dam bij me was op de Juttertjesmarkt. Samen met Marianne Boon kwam hij ook toevallig in mijn beeld langs. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat was zijn eigen schuld. Maar die is dus ook met nieuwe planken bezig voor aan mijn poort. Omdat dat gewoon niet kan. Hoe dat er is opgezet. Wie schroeft er nou een plank in verrot hout? Zou in mijn hoofd niet opkomen. Nee. Maar ja, dat is wel gebeurd. Door iemand die bij Cirelo werkt. Ja. Dus ja, die moet er eens een keertje wat dat er gaat leren om niet in verrot hout te gaan boren of wat dan ook. Hè? Dat doe je niet met verrot hout. Ook geen dingetje ophangen of zoiets. Nee. Maar in ieder geval, de dames die zijn dit uit geweest. En ik ga zo een nare boven om mijn haar te doen. Dus ja, waarom ben ik ook niet opgemaakt? Dat, Wat heb jij daar? Oh, jouw speeltje, meisje. Ja. Dat doet Elwing allemaal niet, hè? Nee. Nee. Dat doet Elwing allemaal niet, hè? Nee, dat doet ze niet. Hé? Moet jij niet spelen? Nee, hè? Dat doe jij niet. Oh, wat. Pakken. Een deugnietje jij, ja. Een klein deugnietje, maar wel lief, hè? Ja. Ja, dus ja, dat dus, hè. Dus, maar ja, ook zal ik een telefoon meenemen, dat is lijn 3, want die behoort boven. Ja, ik was boven bezig en toen belde Karin. Nou ja, dan neem ik hem bovenop en dan neem ik dat ook gewoon mee naar beneden. Maar dan neem ik hem gelijk weer mee naar boven weer terug. Pak ze weer dat ding. Maar ja, maakt niet uit, lieve vrienden. Ze zeggen gewoon, geniet van je dag. Ondanks dat het hier grijs, grauw en triest is. We hebben al regen gehad. Ik heb net door de regen gelopen. Niet echt fijn, maar ja. We gaan er gewoon voor, ja toch? Dus ik zou zeggen, geniet. En geniet ook zeker met ons mee. Ja, natuurlijk vergeet ik weer eens wat, hè. Om te vertellen wat voor dag het vandaag is. Ja, nou het is sowieso dinsdag. En we leven op de 19e. En het is nu al reeds alweer 14:58 op mijn horloge. Op de computer weet ik het niet. 14:56, dat zeg ik. Ik ben 2 minuten voor, dus ja, ik had kunnen weten. Nou, de dames liggen lekker op de bank. Uitgeteld, waarvan weet ik niet. Ik heb mijn haar dus weer gedaan. Nou. Dat laat ik er zelf altijd een dik uur erin zitten. Soms ook wel eens langer, want ik let niet op de tijd. Nee. Ben bij de bak koffie bezig? Of dat nog lekker? Ja. Ik dacht dat jullie uitgeteld waren, Rijke. Hé. Wat moet je?
moet je, kijk, die vinger is ook nog helemaal vies. Mijn handschoen was lek. Nou ja, zal ik zo meteen even schoonmaken. Ja, zit een gaatje in. En nu is die een beetje donker. Nou ja, moet ik even schoonmaken. Komt wel goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ellen, lach. Ja, gewoon blijven lachen. Altijd blijven lachen om wat er ook gebeurt. Ja. Ze zeggen, geniet ze en tot later. Rijka. Rijka, hè? Ja, is er Rijka. Rijka zit naar iemand anders te kijken, lieve vrienden. Ja, die zit naar iemand anders te kijken. Ik heb namelijk visite van iemand die jullie nog nooit gezien hebben. En Elwing legt daar onder zijn benen. Maar dat is onze enige echte Rutger. En die kennen wij heel goed. Ik ken hem al van vroeger. Ja. Toen was hij nog heel erg jong. Volgens mij al gauw 20 jaar, denk ik. Ja, dikke 20 jaar, ja. Dus ja, we kennen hem ook van de avondvierdaagse, et cetera, van wandeltochten en andere evenementen. Daar is meneer altijd van de partij, of niet dan, Rutger? Jazeker, en komende zondag is weer de eerste editie van een nieuw evenement. Ja, en daar zou ik aan meedoen, maar of dat doorgaat, weet ik nog niet. Bemoei jij je er even niet mee? Ook die heb ik dus aan de telefoon, Karin. Ja, die bemoeit zich er weer mee wat ze niet moet doen. Nee. Dus ja, helaas, pindakaas. Maar oké, komt allemaal wel goed. Hé? Moet je dat nog zien, hè? Ze legt daar dan gewoon heel erg lief. Elwing legt onder Rutger zijn benen door Karin. Ja, echt wel. En Rijke die is in de mand gestoven en die legt met een kopje in het zonnetje te bakken. Hè? Ja. Dus dat dus, ja. En ik zit nog steeds, dit, hè. Ja. Dat moet ik straks uitspoelen, maar dat komt wel goed. Ja hoor. En dan kijk ik ook weer wat anders aan. Ik heb nou een legging en een vest aan, maar mijn jurkje heb ik uitgelaten. Maar dat komt straks wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Maar geniet ook zeker met ons mee. Lieve vrienden, als eerste wens ik jullie een hele fijne, liefdevolle avond toe. Namens Corine en de Beestenboel. Ja, en zoals jullie weten, weet ik veel. Maar in ieder geval had ik vanmiddag visite van een heerschap, Rutgen genaamd. En ik zag er niet uit, maar... Hij kent mij, hij wil bij ons verslapen vroeger, hij heeft mijn mannetje gekend, dus ja, allemaal leuk, lief en aardig. En hij zit in een of andere evenementenorganisatie, dat we hebben zondag een wandeltocht van een aantal kilometers. Je kunt kiezen uit 5 en 10 en nog wat, weet ik veel hoeveel. Ik heb gekozen voor 5, want ik neem Elwing daarin mee, ja. Normaal doe ik 10, want dan kan ik ook met de woesten makkelijk aan. Maar we moeten er eerst wel naartoe. Het is niet hier dicht bij de deur. Het is in de andere wijk, vlak waar Mary woont, bij een voetbalvereniging. Moet ik wezen en dan nemen we Elwing mee, Rijke laten thuis. Want ja, die kan dat niet aan. Dat is een beetje te veel van het goede. En ten tweede, zij loopt niet. Rijke die zit dan gewoon op mijn... voetstukje, maar ik moet wel mijn hoofd bij het rijden en bij Elwing houden. En ik kan niet dan, nee, dat gaat het dan even niet worden, want je moet ook een route uit, je krijgt een routebeschrijving mee hoe je rijden moet. Nou, en hij vroeg al, hij zegt, ken je dat en dat ook? Ik zei, nou ja, de booster wel, maar ik heb wel die viervoeten bij me en een schelpenpad voor die pootjes? Nee, dat doe ik Elwing niet aan. Dus ik moet dan daar omrijden, maar hij zal dat voor mij veranderen. Ik krijg een heel andere routebeschrijving, dat ik daar niet overheen hoef. Maar een ander moet dat wel doen. Maar ja, het maakt allemaal niet uit. Dat vind ik altijd stukje lief van hem, dat hij dat voor mij wil doen. En ja, dat zondagmiddag gaan we dus daar naartoe. 2 uur moet ik starten, want ik heb toch maar 5 kilometer. Nou, dat heb ik zomaar gedaan met Elwing. Die rent wel. En enkel een paar stukjes lager even rustig. En dan is het weer hurry op, jop. En dan is het weer even rustig. Maar in ieder geval ben ik altijd wel voor 4 weer thuis. Want dat is maar een klein stukje 5 kilometer. Maar ja, wel leuk om te doen. En dan neem ik jullie ook dus gezellig in mee. Maar voor nu zeg ik een hele fijne liefdevolle avond.
En voor later op de avond, uiteraard, welterusten en mooie dromen. Ja, mijn haar zit anders. Ik heb nou een pony. Maar het zit nog niet helemaal zoals het wezen moet, omdat hier en daar is het nog nattig. Maar ja, het komt allemaal wel goed. Maar in ieder geval, een fijne, liefdevolle avond. Voor later op de avond, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Hé, kan dat? Of niet dan? Ja, hè? Aan de andere kant van de nacht. Kijk daar eens. Ja, hè? Oh, hij zit verkeerd, Tom. Dan moet ik de camera daar houden. Ja, nou? Jij? Oeh, kijk dan eens even. Doen we dat niet? Dat hebben we Rijka ook, hè? Ja, Rijka. En Elwin. Ja. Zo, hè? Ja. Gaan we weer omdraaien. Ja, Rijka. Hé? Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ervan. Met alles wat jullie doen, maar geniet ook met hetgeen wat wij doen.